Het gaat economisch gezien steeds beter met Nederland. Toch zijn er in Almelo nog steeds zeker 250 gezinnen afhankelijk van de voedselbank. Gelukkig kent Almelo de moestuin, die al vele jaren deze gezinnen wekelijks van 30 verschillende soorten groenten voorziet. Ja, we zijn hier 3 keer in de week. Op woensdagochtend, maandagochtend en vrijdagochtend van 9 tot 12. We zijn met een man of 7 zijn we bezig om groenten te kweken voor de voedselbank. Dat kan andijvie zijn, sla zijn, boontjes zijn, rabarber. Ongeveer een 30-tal producten die we kunnen leveren wekelijks. We proberen dan op vrijdagochtend te oogsten. Omdat vrijdagmiddag komen de klanten langs. Dus dan hebben ze echt dagverse producten. En hoeveel mensen maken gebruik van die voedselbank? Dat zijn ongeveer 250 gezinnen in Almelo. Dat zijn mensen die te weinig geld hebben om groenten te kunnen kopen überhaupt. En die voorzien we dan van echte verse groenten. Biologisch gekweekt, er zitten geen kunstmiddelen bij. Dus echt gezonde groenten en supervers. Dus het is een ontzettend belangrijk iets voor Almelo, als ik dit zo hoor. Ik denk het wel, omdat die mensen die gebruik maken van de voedselbanken, die gaan nooit eigenlijk verse groenten zelf kopen. Dat is gewoon te duur. En wij bieden gewoon die mogelijkheid om voor die mensen om gezonde, verse groenten te nemen. Ja, en hoe kunnen jullie dat realiseren? Jullie maken toch ook kosten, of valt dat op zich nog wel mee? Kosten vallen mee, omdat een aantal zaden kweken we zelf, dure zaden kweken we zelf. Van de courgette bijvoorbeeld, dat zijn dure zaden. En andere zaden die kopen we. We krijgen ook wel reductie bij met het kopen van zaden. En verder zijn we afhankelijk van giften van bedrijfsleven met name, maar ook wel van particulieren. Maar goed, er is altijd toch wel meer geld nodig dan we nu binnenkrijgen. Want hoe lang zitten jullie hier al? 2011 is de moestuin opgericht. En ik ben hier zelf sinds 2013. Ook heel kort daarna ook als beheerder. En sinds die tijd hebben we die moestuin hier. En ik begrijp het dat jullie echt een volle tevredenheid van heel veel mensen draaien. En ja, ik hoop dat er mensen komen die structureel een bijdrage willen doen, zodat jullie ook op langere termijn kunnen blijven draaien. Klopt dat? Dat hoop ik wel, ja. Want die behoefte is blijvend van die mensen die geen geld hebben om verse groenten te kopen. En ook vrijwilligers, dat zouden jullie toch ook graag nog wat meer zien, denk ik, hè? We komen vrijwilligers tekort, want nu moeten we groenten laten liggen die we niet kunnen oogsten, omdat we gewoon geen mensen genoeg hebben. Dus graag vrijwilligers erbij zou erg welkom zijn. En als die vrijwilligers er zijn, waar kunnen ze zich melden? Die kunnen zich bij de voedselbank melden. Lunchroom Fijn, de horecagelegenheid van Avelijn, verhuist van de Kerkstraat naar de openbare bibliotheek aan het Baken. De werknemers kijken uit naar de nieuwe uitdaging. De nieuwe locatie gaat Fijn Lunchen en Lezen heten en opent op 3 september. We hebben er echt heel veel zin in. We gaan verhuizen naar de bibliotheek en het is gewoon een leuke nieuwe uitdaging voor ons. Dus, ja. Moeten jullie hier hard werken? Ja, de ene keer is het druk en de andere keer minder druk. Maar ja, daar zoeken we weer andere taken op. Er is altijd wel wat te doen. Ja. Dus ja. Hoe lang doe je dit werk al? Ik werk hier nu 1,5 jaar ongeveer, ja. Dus. En wat voor opleiding heb je? Ik ben begonnen met een hoeveniersopleiding. En toen horeca. En ja, en nu werk ik hier. Kan je nog wat leuks vertellen over klanten waarmee je in aanraking komt? Ja, het is gewoon heel veel. Ja, hier is meer een oudere doelgroep. En omdat we straks wat meer kregen. Maar met oudere mensen gaat het ook hartstikke leuk. Dus ja, die hebben altijd leuke verhalen. En altijd heel gezellig. Ik werk hier zelf nu al 4,5 jaar. En wij gaan helaas tot ieders grote spijt gaan wij verhuizen. En we zijn er eigenlijk ook wel best blij mee. Ja? Was het hier niet prettiger werken dan?
Jawel, alleen wij hebben hier hele leuke tijden gehad. Ook minder leuke tijden natuurlijk met de collega's. Die moeten er ook zijn. Maar voor de rest, we zijn ook toe aan een nieuwe uitdaging qua collega's en qua personeel. Heb je al bekeken waar je komt te werken? Nee, we hebben nog niet echt bekeken waar we komen werken. Alleen wel via plattegrond en zo hebben we wel een beeld gekregen van hoe wij, waar we komen te zitten. En dat is dan toevallig bij de bibliotheek. Zeg, wat vind je van je werk? Ik vind het fantastisch om te doen. Ik kan me geen betere andere baan wensen. Leuke dingen meegemaakt? Ja, sowieso. Leuke collega's, leuk personeel, met de gasten goed contact. Het kan niet beter. Kan je ook eens wat vertellen van je contacten met de klanten eigenlijk? Ja, dat kan. We hebben dan zeg maar ook wel vaste gasten die hier komen en dan praten we af en toe mee. Dan spreken we de weekenden door, wat ze eventueel het weekend gaan doen. En er zijn toch altijd wel vaste gasten die gewoon altijd wel praatje hebben voor elkaar. En we hebben een praatje voor de gasten en andersom. En het blijft toch altijd doorgaan. Ja. Nou, ik wens je heel veel werkplezier daar in de bibliotheek. Ja, dankjewel. En omdat wij in Friesland voeren met larkjes, zagen wij dus die pramen daar allemaal in de wedstrijd. En toen hebben wij elkaar aangekeken en gezegd, waarom kopen we geen pramen? Ja, want eigenlijk is het daarbij een stuk goedkoper en het past beter bij Almelo. Ja. Ja, dat komt eigenlijk door Miel Westerberg. Die had het idee om net als in Enter, Ruizen, Hellendoorn en Gramsbergen een somp te willen voor de stad Almelo. Ja, iedereen heeft een elke stad heeft een schip en Almelo heeft niks. Nee. Dus gaan jullie eens met me mee naar Enter kijken. Terwijl Almelo een historie heeft van scheepvaart. Juist, Almelo had vroeger een mooie haven kom. Met allemaal stalen of ijzeren schepen erin, al of niet zeilend. En daar werd vracht mee vervoerd. Wat doet de stichting eigenlijk? Stap. De stichting die wil een boot in de vaart brengen, eigenlijk om een beetje bedrijvigheid in Almelo te geven aan dat nieuw gegraven water. En om een beetje de aandacht te vestigen op de oude bedrijvigheid die er in de stad heerst wat betreft de scheepvaart. Omdat je weet dat Almelo vroeger een hele drukke binnenhaven had. Een hele drukke haven, die was aan de markt. Dat was eigenlijk ideaal, want je had daar de los- en laadwal. Dat was meteen met Marktplein. En van al die prachtige gebouwen en is niets over. De meeste mensen, dat vind ik wel grappig, kunnen zich helemaal niet voorstellen dat daar een haven is geweest. Het enige pand wat nog bestaat en wat nog een beetje aan die tijd doet denken, is het pand van Niels. Hi.
Warme zomer waarin alles rijp en vol en gonzend van bijen leek. Boven aan de weg, je stond er stil, keek om en zag de lage tuinen binnen handbereik. Het licht hing stil en zilverachtig geel, leek zich tegen een membraan te vleien. Hield de bomen en de wilde bijen achter de heg bijeen tot één geheel. Hoe lang en nauwgezet je het beziet, dit ogenblik, de vorm waarin het komt, zo glanzend, lijfelijk en afgerond, waarom het blijft, begrijp je niet.